Ik ga een rondje om de wereld vliegen met 1 euro. Let's go! Een van de goedkoopste manieren om een rondje om de wereld te vliegen is voor 1600 euro. Maar dan zit je wel 5 dagen lang achter elkaar in 10 verschillende vliegtuigen. En dat ga ik proberen met mijn 1 euro op zak. Ja, mag ik niet gewoon de hele zak hebben? Meteen gebruik maken nog van die BN'er-status. Nu kan het nog. Mijn cameraman die Michael heeft alles uitgezocht en geboekt. Dus ik kom er steeds bij het inchecken pas achter waar de volgende vlucht naartoe gaat. Ik weet niet waar we naartoe gaan, dus je kan me echt alles wijsmaken. Waar gaan jullie naar Finland? Oh, nou wat leuk. En geloof me, 5 dagen reizen zonder kennis en zonder geld is best intens. Want als ik ergens mijn vliegtuig mis door vertraging of wat dan ook, is het avontuur voorbij en is mijn missie mislukt. Goed, ik weet dus vrij weinig. Maar wat ik wel weet is dat ik al die tijd moet overleven met 1 euro, een paspoort en mijn telefoon. Michael heeft natuurlijk wel handbagage mee, want hij is cameraman. De eerste vlucht was een feit. Een paar uurtjes vliegen en ik was in. Op het vliegveld van Jeddah leerde ik vrij snel dat ze filmende Hollanders niet zo gezellig vinden. Oh, de spulletjes. Maar goed, onder het genot van een gratis koffietje. Today is my birthday. I was wondering if I could maybe get like a small free coffee. Thank you so much. Have a good day. Thank you. Leek het me een goed idee om jullie te vertellen waarom ik dit in hemelsnaam doe. Het zit zo. Herken je dat je op vakantie gaat, uren stresst over of je wel alles ingepakt hebt, gaat googlen naar dingen die je zogenaamd niet mag vergeten, en als je dan op je bestemming bent, wat blijkt? Je hebt de helft van je spullen niet eens aangeraakt. Nou, als dat voor jou niet herkenbaar is, dan waarschijnlijk wel voor je partner. In ieder geval, dus ontstond bij mij de vraag, wat heb je nou echt nodig voor een avond? Als ik een paar dagen op reis ga, mis ik dan echt mijn oordopjes, Nintendo Switch, extra paar schoenen en al die andere spullen. Misschien nog wel belangrijker, hoe lastig is het om te overleven als je afhankelijk bent van de goedheid van andere mensen? Daar ga ik in deze video proberen achter te komen. Hallo allemaal en leuk dat jullie kijken naar deze Sky Chops Review. Met vandaag plaknoedels met flubbermango. De noedels waren eigenlijk niet te vreten, maar ik doe hier maar alsof het Heerly de Peerly is. De mango flurpie zag er nogal chemisch uit en geloof me, zo smaakte die ook. Al met al zou ik deze maaltijd omschrijven als lekker luchtig. Oké, we gaan door. Dear guests, in final preparations for landing, would you kindly check that your seatbelt is fastened? Ah, Malediven. Lekker strandje, zonnetje. Nou nee, dichterbij dan dit zal ik niet komen, want we vlogen meteen weer door. ...24 uur onderweg. Ik voel me prima. Normaal gesproken, als ik geen geld heb in video's, dan moet ik allemaal eten fixen. Moet ik allemaal slaapplekken fixen, maar dat hoeft dus niet. Ik ben nu dus op Singapore en wat ik wel weet is dat het een van de ziekste vliegvelden ter wereld is. Dat wil ik even checken. Excuse me guys, can I ask you something? You speak English? Yeah, I speak a lot of English. You guys got any money? I'm traveling around the world with 1 euro. Maybe you guys can buy me a drink. You trying to rob us? Just be on YouTube, you're recording us. You're not on YouTube. The camera's there. See that guy? Oh, shit. No, you really are recording us. Yeah. How many subscribers do you have? Okay, how many subscribers do I need for you guys to buy me a drink? Over a thousand. Damn, this is... he need like too many, no, he need too many drinks. All right, let's get the drink. Do you guys speak French? Un petit. Ça va très bien. Do you guys basketball? You look like basketball players. You look like a hockey player, a field hockey player. It's the beanie. So is there anything you want to say to the Dutch people? Invest in gold because when the economy drops, gold will always have some kind of value. Or invest in crickets. Like the bugs? Let's have this drink. You're like my new family. We gotta bounce. Het liefst bleef ik de hele avond met mijn nieuwe matties. Ik bedoel, kijk even hoe f***ing smooth deze gasten eruit zien. Maar helaas moest ik weer door. Hij schiet even op. Ik begon aardig te stinken, dus... I stink. Anything that makes you not stink is good. And try this device. It's actually the new one. You wanna try this? Sure. I don't think it's perfect, so I'm gonna think about it. Sure, no worries, sir. Bangkok, boy! Can I change the euros? Oh, Kelly, hoe kom je aan dit geld? Je had toch maar 1 euro? Nou, daarvoor moeten we even terug naar het begin van mijn avontuur op Schiphol. Heb je toevallig nog een euro op zak? 10 cent. Fabulous. Hebben jullie toevallig een euro? Dit is 1400 Cambodjaanse dinges. 5 euro. Heel erg bedankt. Nou, wat aardig. Dankjewel. Mag het ook een tikkie euro? Ja.
Ja, dat mag ook. Ik wil je wel 5 euro geven. Waardig. Ik bedank jullie heel erg voor de 17 euro. We hebben hier toevallig een tweede mondkapje op. Nou, wat geweldig. Er zit wel een euro bij, hè? 1,10 euro. Nou. Ik ging zo f***ing lekker. Ik was niet te stoppen. Niemand kon mij stoppen. Wat ben je aan het doen? Want ik zie alleen maar beveiligers aansprekend. Nee, ik spreek ook andere mensen aan. Nee, we hebben net gehoord dat je geen beveiligers aanspreekt. Dat ik geen beveiliger? Nee, jawel. Ja, dat klopt. Nee, ik spreek beveiligers aan, maar ook gewoon andere mensen. Vloggen nu? Oké, dit bedeluurtje had me maar liefst €27,52 opgeleverd. En dat is omgerekend ongeveer 987 Thaise baht. En dat geld ga ik nu nodig hebben. We gaan hier eruit. Ja, we vertrekken vanaf een ander vliegveld. Oh, dus we moeten gewoon even door Bangkok heen. Dus we gaan gewoon nu naar buiten. Ja. We want to go to other airport. Oké, als ik nu rechtstreeks naar het andere vliegveld ga, dan heb ik genoeg geld. Maar ik wil even nog een paar uur 's nachts in Bangkok gewoon hangen. Want ja, anders zit ik een paar uur op zo'n vliegveld. Vamos, vamos, vamos! Het zit dus als volgt. Voor 700 baht kan ik dus naar het andere vliegveld. En dan zitten we daar 5-6 uur te wachten op dat vliegveld. Het is ongeveer 400 baht om naar het centrum te gaan. Dat ga ik doen, want daar gaan we een beetje party. And in Bangkok, boy! 750. Okay, we go. Let's party! We hebben een half uur kunnen partyen en alles is dicht. Gelukkig leeft het op straat ook nog wel. Letterlijk. Boom, boom. Yeah, sappy massage. Oeh. Ready, is it for free? Huh? For free? Not free. Not free? Hello! No, this is my... No! I don't have anything. But you're beautiful. No money, no honey. Ik voel me zo aangerand hier. Het is niet te doen. No, I don't have no money. No, no, no. I have COVID. Don't touch me. Marco wordt wel aangerand. Je hebt wel pakken. Marco wordt helemaal hard. Ja, dit is echt één absurde plek. Ik wil ook eigenlijk wel weg hier. Bangkok was legendarisch. Ik kreeg nog 40 baht van deze aardige meneer. Oh, that's so nice. Ik sprong in een tuk-tuk van een random dronken gozer. I make videos in China. Oh, cool. Als dit niet leven is, dan weet ik het ook niet meer. Let's go, Bangkok! Maar aan al het moois komt een einde. We zetten onze dronken vriend netjes thuis af. En gingen op zoek naar wat eten. Oké, okay, let's get out! Ik gooi deze pad thai even naar binnen en dan ga ik naar het vliegveld. We moeten door. Bangkok, see you later. So, 250. Okay. This is it. Thank you. Vliegveld. Na een paar uur slaap op het vliegveld van Bangkok kon ik inchecken en kwam ik achter mijn volgende bestemming. Eerst naar Seoul, dan naar Seattle en dan naar San Francisco. Ik zal ook wel met elkaar. Ik snap het gewoon niet. Ik ga er even over nadenken. Ik snap het serieus niet. Als er een prijs was voor het ziekste vliegtuiginstructiefilmpje, dan zou Korean Airlines hem 100% winnen. Ik bedoel, kijk dit even. Yeah, 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 yeah. Enjoy your flight. Let's go everywhere. Got to fly. Ready to go. Let's go everywhere. KLM, fix your shit. Fix your shit, boy. Welcome to the United States. Today's my birthday. Thank you. Today's my birthday, so thank you so much. Yeah. Let's go. I can f***ing glad you, man. You want me to make you a special birthday drink? Rio's got me looking like a bad girl. Vlucht nummer 8. Moet ik nog draaien? Ja, ziet het er cool uit? Ja, heel veel. We gaan nog maar even door. Merk. Alright, ik ben krokant, ik ben naar de kloten. Ik weet niet of het 's ochtends of 's avonds is, ik weet niet of ik honger heb of niet. Ik weet niet of ik me goed moet voelen of slecht moet voelen. Maar wat ik wel weet, is dat ik in Murka ben. Namelijk in Fort Lauderdale. Ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord, moet ik heel eerlijk toegeven. Jullie misschien ook niet. Maar het ligt ongeveer hier. Het plan is, aan het eind van de dag heb ik een vlucht in Miami, dat ligt hier. En daar moet ik dus naartoe. Ik heb 7 euro, ongeveer 7 dollar. And that's it. Ik had gehoopt dat de mensen hier wat vrijgeviger waren, maar dat viel vies tegen. I was wondering if you maybe have some cash on you. Yeah, not.
All right. Don't worry about it. Thank you anyway. Dude, I have like $2. And I was wondering if you could help us out. Maar lieve mensen, na 2 uur mensen lastigvallen, bleek maar weer de aanhouder wint. Excuse me. I was wondering if you have any money on you. Okay. Oh, that's so nice. Thank you so much. Oh, great. Thank you so much. What is this? $20. Oh, wow. Oh, that's so nice. All right. Thank you so much. Oh, eindelijk. We kunnen eindelijk in de taxi. Kom, we gaan in de taxi. En net toen ik op het punt stond om richting de taxis te gaan. Excuse me. Can I contribute to what you're doing? Always. Gebeurde er iets wat ik nooit had verwacht. What is this? $100? What are you, crazy? No. Yes, you are. You want to say anything to the people back home? I'd say kind to one another as I love. God is love. Jesus is love. Spread it around. There's enough anger in the world, okay? Can you give you a hug? Yes, sir, man. Deze gast geeft gewoon $100, maat. Ik zweer het je. Dit is echt zo insane. Ik vond een cute koppeltje die een Uber hadden besteld naar Miami Beach. En aangezien ik mezelf inmiddels toch een redelijk welvarend man mocht noemen. I can give you some cash. Alright, well, I can show you the YouTube channel, so you know I'm not some creep, cool. Right? Thank you. All right. Na een gezonde Amerikaanse maaltijd. Je weet niet hoe lekker het is om even geen frisdrankvoedsel te eten. Besloot ik dat het tijd was voor een. Ja, mag ik ook even? Ik droeg al 4 dagen dezelfde onderbroek. What is the cheapest t-shirt you have? This one $14.99? $14.99? How much are these? $10? Alleen merkte ik hier dat mijn onderhandelskills een beetje waren vastgeroest. I can't just buy one for three, right? We can sell individual. They come in 3 in the package. And you don't have socks, right? I have socks for $3. Oh, great. And then I'm off the hook. Today is very tough. Why? I don't know. Everybody coming with different things. Like awesome. I will take the white ones. Well, I've been wearing this shirt for like 5 days, so that's why I need a new shirt. And I want to swim, so that's why I bought this. I don't believe everything you say. Thank you. Thank you so much. Want a chocolate? That's so nice. It's poison. All right, thank you. Shopping spree! Yeah! Ik was er helemaal klaar voor. Mijn eerste opfrismoment in 4 dagen. En terwijl ik hier lag te genieten in de zee, besefte ik me, ik was al 4 dagen onderweg zonder spullen. En ik moet toegeven, ik had de tijd van mijn leven. En ondanks dat telkens hulp vragen aan vreemde mensen soms best wel een beetje ongemakkelijk kan zijn. Where did you get one of these? Verbaasde ik me weer over hoe vrijgevig mensen zijn, zolang je maar gewoon vriendelijk blijft. Can I contribute to what you're doing? Sterker nog, ik heb denk ik tijdens een reis nog nooit met zoveel verschillende mensen gekletst als nu. Misschien was dat wel omdat ik simpelweg niks anders te doen had dan dat. Het zet hem aan het denken. Als we weggedoken zitten in ons boekje of oordopjes, hoeveel leuke momenten met random mensen missen we dan wel niet? I don't believe everything you say. Ik kroop uit de zee en vloog van Miami naar Madrid. En van Madrid terug naar Amsterdam. Ik kan met trots zeggen dat ik een rondje om de wereld ben gevlogen met maar 1 euro op zak. Het is dus mogelijk. Zolang je op mensen durft af te stappen voor hulp, je rechtop kan slapen in vliegtuigen en niet over je nek gaat van vliegtuigvoedsel. Weet je, misschien hoef jij ook wel minder lang te sparen voor dat grote avontuur. Misschien moet je je uitgaven gewoon ietsjes bijstellen. Want zeg nou eerlijk, wat heb je nou echt nodig?